Deze week gaan de temperaturen de laagte in en dat komt niet ongelegen. Zo is er nu zondag de vierde Waasse ijsberenduik die spectaculair belooft te worden. Wel, dames en heren, nu zondag 13 januari geven we alweer de vierde Waasse ijsberenduik op het recreatiedomein De Ster. De start wordt stipgegeven om 15 uur en als er voldoende inschrijvingen zijn, doen we voor de eerste maal en ik denk uniek in de ijsberenwereld de eerste kinderstart. Kinderen onder de 15 jaar gaan dan gezamenlijk te water vanaf 15 uur. Het is al het vierde jaar op rij dat de stad Sint-Niklaas een ijsberenduik organiseert met WZK Waterpolo. Het groeit elk jaar. We zijn vertrokken met 250 deelnemers. De tweede editie bijna 500, vorig jaar 660 dacht ik. En we mikken nu op een 750 deelnemers. Dus het zit in een stijgende lijn. Het is een superfijn evenement. En naast de ijsberenduik trachten we ook de aanwezigen, de toeschouwers, te vergasten op een zeer geweldige en gezellige, ambiancevolle namiddag. Na de duik zal er naast een vreugdevuur ook nog een afterparty zijn op het Winterplein en een live optreden van de Pita Boys. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Iedereen is welkom, toeschouwers zijn gratis welkom. Deelnemen kost 2 euro en liefst en graag op voorhand inschrijven op www.waasseijsberenduik.be. Alvast tot zondag. Kom allen de nieuwjaarskaters wegspoelen in het koude en heilzame water nu zondag. Je kan komen aanmelden vanaf 1 uur.